Dag Molloten, ik ben Joeri en ik heb wederom de opvallendste zaken uit aflevering 4 weer voor je op een rijtje gezet. Maar eerst kijken we naar de samenvatting. Dit is aflevering 4 in 43 seconden. Aflevering 4 heet M Spatie 8 en begint met een spel waar we meer te weten komen over de kandidaten dan we willen. Muis, Pruitje, Kukkelpapa en Co. rennen en vliegen door goal en hun foto's leveren uiteindelijk slechts 750 euro op. Dan Russisch roulette bij de Witte Eikel, daar is die weer. Pak je het bakje van je dromen of bak je er niet van? Er wordt gegrabbeld, gebluft en gekozen tot de snoeppot leeg is. Door naar dit party eiland voor een super speeddate. Sexbomb Ashwet laat zijn sterkste punt zien, terwijl Chris vooral lol heeft om andermans naam. De goodiebags worden uitgedeeld, maar hoeveel namen zijn er juist? De inschatting is te laag, net als de pot. Test dan en de zwarte vrijstelling wordt actief. Ashwet vuurrood. Oh, Chris in tranen, want Ashwet is weg zonder prinses. En dit waren de opvallendste zaken uit aflevering 4. Martine pakt het stokje met de 1 erop en mag daarom als eerste naar boven bij het Russisch roulette en kiest bakje 1. 1 spreek je in het Singalees, wat ze spreken op Sri Lanka, uit als Ikke. Ikke de Mol? Voor de serie begon beloofde Art Rooijakkers ons dit jaar een actieve mol. In vergelijking met de rest komt Carolina weinig aan het woord en in beeld. Niet actief dus, of hebben stille wateren diepe gronden. De mol heeft vaak voorkennis. Zou de mol op een of andere manier ingefluisterd hebben gekregen hoeveel tasjes er goed waren weggegeven? In dat geval gaat de mol nooit voor het goede antwoord en vallen Margriet en Chris dus af als mol. En een familiefoto van de mol zou te zien zijn op het eiland. Waarom plaatste Rick van de Westerlaken onlangs deze foto van zijn vader op Instagram? Hint? Wil je meer hints en theorieën over aflevering 4 van Wie is de Mol? Check mijn podcast en ontdek onder andere waarom er een spatie stond tussen de M en de 8 in de titel van deze aflevering. Toeval bestaat niet. Je vindt hem op YouTube als de Wie is de Mol podcast of check wieisdemolpodcast.nl. Tot volgende week!